Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Traditioneel gezag Quinties vraagt president Santokki om steun. Dr. Fern Nanu over toename griepgevallen. BISA geeft president Santokki meer inzage in werkzaamheden. Toename COVID-gevallen was verwachtbaar. Situatie wordt gemonitord. En Wangosontulibi, minibeurs en loop. Het traditioneel gezag van de Quinty-gemeenschap heeft president Chandrika Persat Santokki gevraagd om steun bij het tot stand komen van landbouwproductie en drinkwatervoorziening in de dorpen Witagrong en Kaimangstong. Om dit te kunnen realiseren is er behoefte aan training, financiële middelen en de nodige machines. Ryan Clemens, secretaris van het traditioneel gezag, zegt dat er ook steun is gevraagd om andere vraagstukken in het gebied op te lossen. Wat is het belangrijkste punt waarover er gesproken werd? Voor ondersteuning om landbouwprojecten eigenlijk dus naar het gebied te brengen. Zodat de mensen van daar ook getraind kunnen worden. En dat ze dus ook hun spullen eigenlijk kunnen verkopen en daarmee ook zichzelf kunnen onderhouden. Tweede belangrijk punt is dat we hebben gesproken over ons natuurreservaat. Het is om en bij 9000 hectare groen. 4000 hectare is eigenlijk, in beslag genomen of ingetrokken, ik weet het niet, zonder het traditioneel gezag te kennen. Maar per beschikking is het 9000 hectare en het is van Kaimangstong. Roko de wan, mi wan prani, mi wan kweki, alles aan mi wan doen. Voor tja ontwikkeling kon je naar precies. Nou, dus dat mijn breedte van comité aan hoe lang heb ik bij wanneer maar. Nothing. Dus mijn sabi dat gaat druk. En China, dat toe kon. Voor tak makandra, want toe. Rokko samen. De gereedschap toren, dat daarom de een probleem. Dus soms heb je zo'n gereedschap wel lopen. Even kon dat voor tja de standaard kon. Weet je. Dus, maar het is niet voor dat ik kom op de zand boom, want ik kom op de amboskop. Ik kom op de resultaat. Dan zie je afkom. Begrijp je? Dus dat nou is dan voor ons een probleem. Hier is een prestak, want het is een attack. Het is een prestak, kom aan een man kwam aan. En de kapitein van hier, bakama, voor een applicatie, dat ik aan een mekako. Is afzij de basia. Agu in Tilibi. Hij doet voor president de welkom aan Quinty. Want de sani die met elkaar zijde, one state sani gomorobon. En hoe de one volk zijn we leren uitvouwen. Hoe de one volk zijn une totos magwe. Basha, moesten hem af mij, was dat mij door dat pe? Dat we lukte precies, dus de president pe, president kan stri bij je dat president ook dan dat pe, dat is een probleem. Dat we lukken, we doen ook nog, we jandring samen. Dat na zijn samiwani omliep samen in afkonder. Omroko samen, lekker van de kapitein Taki. Om saba agwenti musko. Basha mo koran wan delegasi. Dat ik was doen dat we los alle de problemen direct op. Dus als ik los op, was mi kon dat dat boom. Maar ik dat we kan doen direct, want we zijn in de sport. Die ook toe de problemen als secretaris Tjakafis. Met het verder versoepelen van de maatregelen en normaliseren van activiteiten was volgens minister Amar Ramadien van Volksgezondheid een toename van het aantal COVID-19 gevallen te verwachten. De bewindsman is op vrijdag 13 mei in de Nationale Assemblée ingegaan op de meest recente statistieken die een lichte toename van besmettingen aangeven.
Hij erkent dat het positiviteitspercentage aan het stijgen is, maar zegt dat de situatie wordt gemonitord. Er is aldus, minister Ramadien, ook geen reden tot bezorgdheid, aangezien het nog steeds om de Omicron-variant gaat, die besmettelijker is, maar een milder verloop kent. We hebben gezien dat het positiviteitspercentage werkelijk aan het stijgen is. Maar het is goed om dat uit te leggen waarom dat ook het geval is. Het testbeleid, welke wij voor de uitfasering hanteerden, was dat iedereen, ongeacht duidelijke klachten, eigenlijk op eigen verzoek al getest kon worden. Dat was het proactief testbeleid. Waar de deskundigen ons hebben geadviseerd bij de uitfasering, dat vanaf de uitfasering het testbeleid ook drastisch veranderd wordt. Namelijk, een persoon moet voldoen aan de diagnostische criteria van COVID-19 om geswapt te worden. Dit betekent dat de personen die zich aanmelden bij de swapposten, en ik wil gelijk daarmee ontzenuwen dat er nog steeds swapposten zijn, bij de RGD onder andere, en dat wij genoeg testen hebben in het land, ongeveer 44.500 testen nog beschikbaar zijn, dat alleen personen die voldoen aan de diagnostische criteria van COVID-19 getest worden. Hetgeen betekent, 1, dat personen die zich aanmelden al ziek zijn en mogelijk, zeer waarschijnlijk, ook COVID-19 hebben. Vandaar dat u gaat merken dat het positiviteitspercentage ook aan de hoge kant ligt. Een andere zaak waar rekening gehouden moet worden, is dat ondanks het aantal gevallen lichtelijk aan het toenemen is, en wij kregen de rapportage uiteraard ook vanuit de ziekenhuizen en vanuit de RGD en andere surveillance posten, is er geen reden tot bezorgdheid op dit moment vanwege het feit dat de variant of concern die als laatst is aangekondigd door de WHO, dat is Omicron, reeds vanaf december 2021 in Suriname is bevestigd en nog steeds de meest dominant voorkomende variant is en er geen andere nieuwe variant of concern is aangekondigd door de WHO. Ook is bekend dat de Omicron-variant weliswaar besmettelijker is dan andere varianten, maar gelukkig mild verloopt. Dus, dat is ook de feedback geweest vanuit de deskundigen naar de regering toe, dat wij de zaak monitoren, de toename in gevallen ook monitoren. Het was verwachtbaar dat met het vrijgeven van maatregelen, met het weer reguleren en normaliseren van activiteiten, dat er een toename zou zijn van het aantal gevallen. We hebben ook gezegd dat het vaccineren nog steeds de belangrijkste tool is om complicaties en ernstige ziekte en sterfte ten gevolge van COVID-infecties tegen te gaan. En vaccineren is nog steeds prioriteit nummer 1. Niet alleen van het ministerie van Volksgezondheid, maar ook van de PAHO en de WHO, waarbij vaccineren in Suriname nog steeds mogelijk is. We hebben op dit moment, dat zou ik in de beantwoording van de begroting doen, want er zijn ook vragen gesteld ten aanzien van COVID-19 door uw leden. We hebben op dit moment 2 merken vaccins, Sinopharm, ongeveer 20.000 vaccins van het merk Sinopharm met een vervaldatum van 2023. En we hebben Pfizer, ongeveer 165.000 Pfizer vaccins met een vervaldatum van september 2022. Al een paar weken is er sprake van een toename van het aantal griepgevallen in Suriname. De griepverschijnselen komen voor bij volwassenen en kinderen. Deze patiënten hebben vaak last van koorts, lichaamspijnen, keelpijn, hoest en braken. Er is ook een lichte toename geconstateerd van COVID-19 positieve gevallen. Volgens arts Fern Nanou van de afdeling epidemiologie van het BOG is er sprake van een normale griep die nu heerst in de samenleving. Dit gaf hij aan in een telefoongesprek met de communicatiedienst Suriname. Er heerst een griep nu in de samenleving. Heeft het te maken met COVID-19? Het is eigenlijk een beetje onduidelijk, maar als gevolg van dus dat Mohana als het ware optioneel is geworden en niet meer mandatory is,
dan hebben we dus gemerkt dus dat andere griepsoorten natuurlijk ook de kop gaan opsteken. Het is een combinatie van griep en natuurlijk COVID-gevallen. Maar natuurlijk, je moet eerst testen om te weten als het gaat om COVID of niet. Tot welke leeftijdscategorie behoren de patiënten? Nou, het is verschillend. De griep en COVID treft eigenlijk alle leeftijdscategorieën. Dus op zich, iedereen kan er ziek van worden. Het heeft geen preferentie wie. Maar natuurlijk, de ouderen zijn vatbaarder. En de mensen met onderliggende aandoeningen zijn natuurlijk vatbaarder voor ernstige ziekten. Er is ook een lichte stijging van de COVID-gevallen. Waaraan ligt dat? Nou, net wat ik eerder zei. Er is een lichte toename van COVID-gevallen ontdekt. En dat komt dus dat er dus geen beperking meer is qua samenscholingen. En Mohana, zoals ik eerder zei, is optioneel. Dus de transmissie gaat dus natuurlijk ook toenemen, als het ware. Toch? Want je hebt eigenlijk je eerste bescherming dus weggedaan. Of je hebt het optioneel gelaten en men kiest wel eerder voor zonder masker dan met masker rond te lopen. Dus dan krijg je dus ook dat die bescherming wegvalt, waardoor je dus meer mensen krijgt die besmet kunnen raken. Is het van belang dat men zich nog laat vaccineren? Ja, dat is nog heel belangrijk, omdat dus dat onze immuniteit als het ware boost tegen het COVID-virus, waardoor we dus minder ernstig ziek gaan worden. Is er een nieuwe variant opgedoken in China en in hoeverre zal dat een gevaar zijn voor ons land? Betreft de varianten hebben we dus gezien dat de Omicron 5 subvarianten heeft, de BA1 tot en met 5. En welke in China voorkomt, weet ik niet met zekerheid te zeggen. Maar overal heb je alle soorten verschillende varianten. Dus 1 tot en met 5 die in alle landen gewoon voorkomen. We hebben tot nu toe wekelijks een overleg met PAHO. En er zijn geen nieuwe variants of concern geïdentificeerd. Dus wat dat betreft zijn we wel goed ingelicht. Een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Dit gebeurde op zaterdag 14 mei 2022 op het kabinet van de president, waarbij de delegatie onder leiding van minister Brontosomo Hardjo met het staatshoofd van gedachten heeft gewisseld over verschillende beleidsgebieden, het departement rakende. De bewindsman werd vergezeld door onder andere BISA-directeur Nasir Eskak, Anastasia Kanapé-Pokki als directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken en BISA-onderdirecteur Majri Mulier. Vandaag moesten we een presentatie houden voor de president ten aanzien van de verschillende beleidsgebieden die op het ministerie van Binnenlandse Zaken in behandeling zijn. We hebben de beleidsgebieden religieuze aangelegenheden, we hebben CBB, we hebben PSR hebben we ook, we hebben gender, we hebben ook kustwacht. Dus al deze beleidsgebieden zijn in een presentatie aan de president voorgehouden. Waarbij we ook de low-hanging fruits hebben gedaan. Dus daar gaat het om de output die de beleidsgebieden voorop hebben gesteld. En dat we dat allemaal willen realiseren. En in samenwerking met de regering natuurlijk om dat te bewerkstelligen. Oké, op het gebied van genderbeleid, zou u kort daarover kunnen ingaan? Want aangezien de voorbereidingen er zijn op de voorzitterspositie bij de CARICOM, hoe ziet het genderbeleid eigenlijk eruit voor de komende 5 jaren? Het genderbeleid is een heel belangrijk aspect op het ministerie van Binnenlandse Zaken, dus waarbij we het genderbeleid uitdragen door man-vrouw natuurlijk. We proberen de gelijkwaardigheid te bewerkstelligen, zowel in politieke partijen op regeringsniveau. Dus dat proberen we samen te doen.
Het gaat om man-vrouw, de samenwerking. En de president heeft ook aangehaald, als we kijken naar de universiteit, waarbij de vele vrouwen studeren en het aantal van de mannen heel laag is ten opzichte van de vrouwen. Dus dat we daaraan moeten gaan werken om die gelijkheid toch wel te bewerkstelligen. Jawel, tot slot zou ik alleen nog willen weten wat het hoogst op de agenda staat en wat de ontwikkelingen daarvoor zijn en hoe het precies aangepakt gaat worden. Sowieso, alle beleidsgebieden zijn belangrijk. We hebben wel ook onze focus op PSR, Public Sector Reform. Dus waarbij we een verplichte landsdienarenregistratie willen aanvang daarmee willen maken. En het is van belang, omdat om beleid te maken moet je informatie hebben. En door een verplichte landsdienarenregistratie kunnen we beleid ontwikkelen. En dat is een van de prioriteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarbij we ook samen met alle actoren de nodige informatie zullen verzamelen. Vanuit de regering geniet een integrale benadering voor het bevorderen van de gezondheidstoestand van de samenleving prioriteit. Dit is ook verwoord in de diverse beleidsplannen, met name het ontwikkelingsplan 2022-2026 en beleidsplan van het ministerie van Volksgezondheid 2021-2025. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid heeft benadrukt dat een gezonde aarde, een schoon milieu en een gezond klimaat heel belangrijk zijn voor het welzijn. Het heeft geen zin om te bewegen, niet te roken, maar slachtoffer te zijn van een natuurramp die onder andere is veroorzaakt door menselijk handelen, aldus de bewindsman bij de Wang Besontu Libi wandelloop het afgelopen weekend. Er zijn diverse initiatieven vanuit het ministerie ter bevordering van een goede gezondheid in de strijd tegen chronische ziekten. Hierbij denken we aan het Safe Exercise Area initiatief in Paramaribo, Open Air Gym in Kommewijnen, Healthy School Project, etc. Ook wijziging op de naleving ter handhaving van de Tabakswet 2013 behoort tot een van de initiatieven. Ook het implementeren van het HARTS-model in Suriname voor risicobeheersing van hart- en vaatziekten, waaronder hypertensie en diabetes in de eerste lijn gezondheidszorg, is daarvan één. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.